Mijn dierbaarste herinneringen aan heel vroeger is dat ik met mijn vader en moeder de pier opging. Een herinnering me van de pier, de planken. Maar als je daar doorheen keek, zag je de zee. En het geluid van de voetstappen op die pier, die weer klonken. Tak, tak, tak. Den Haag had 2500 bandjes op iedere hoek van de straat 1. 2500 bandjes. En ik organiseerde in de marathon en op Scheveningen en een club in 92. Legendarisch. Iedereen kwam er naartoe. Afgestampt vol. We zien daar de pier. Dat was zo'n beetje onze eerste grote optreden waar we ontdekt zijn in Sjors. Ja, speelden we zondagsavonds. Daar kwam de man van de platenmaatschappij ook langs, die zich voordeed als man van platenmaatschappij. Die is dan later pas platenmaatschappij geworden. Maar hij zag er heel chic uit, dus hij zei van ik heb jullie ontdekt en jullie gaan platen maken. Achteraf bleek dat hij daar nog niet eens werkte. Toen ik 13,5 was, ben ik dracht gedaan. Mijn zus droeg het al. En ik wou het ook altijd zo graag. Dan ging ik mijn eigen verkleed, deed ik dat goed van haar aan. En dan ging ik naar de buren me laten kijken. Je voelde je gewoon statig. 162 treden en die ben ik dagelijks iedere keer opgelopen. Dan kijk je eigenlijk over heel Scheveningen heen. Je zag het achterland opgebouwd worden. Eigenlijk te veel om op te noemen. Een mooie boulevard hadden we. En een lelijke boulevard hebben we ervoor teruggekregen. Nou, toen ik pas een afhoudertje was, ging ik varen in 1951 was dat. Zei de schipper tegen mij, joh, klaar je morgen lekker een haringje. Ik zei, man, ik lust het niet. Hij zei, lust je geen haring? Ik zei, nee, ik lust je echt niet. Hij zei, maar als je later zelf schipper bent, dan moet je eens kijken. En verdraaid overheerlijk haring. Ja, man. En dan ook, zo hoorde je ook wel eens dat ze zoveel hadden gevangen, dat ze thuisstomende waren. Tegenwoordig krijgen ze heel wat als een man een paar dagen weg blijft. Nou, ik ben 60 jaar getrouwd geweest. Als ik hem 20 jaar gezien heb, is veel. Huygens had naast een handelsbelang, vis van Scheveningen naar Den Haag, ook nog het idee Den Haag moet verbonden worden met de zee via een straatweg. Uniek in die tijd, een beklinkerde weg van Scheveningen naar Den Haag, van Den Haag naar Scheveningen. En daarmee was Den Haag ook definitief een stad aan zee. Vroeger was dat vanzelfsprekend, wat je vader doet, ging je ook doen. Ja. Als je visserman was, dan ging je vissen. Mijn vader was op de werf, ja, dan gingen wij ook naar de werf. Met 14 jaar waren we. Het is mooier dat je dat allemaal mee hebt gemaakt natuurlijk. En gemaakt hebben zelfs. Dan begin ik steeds meer opschep over mijn eigen te krijgen. Dat wij dat allemaal wisten. Je staat bij de verwonderd. Daar pakkeerden we niet over, maar we wisten het wel. Ja. Ja, je kan weinig terugvinden nog behalve dit koerhuis van het echte oude Scheveningen, van de badplaats zoals die was. En het zal heel moeilijk zijn om die parel weer op te poetsen en terug te krijgen. Ik ben deze collegeperiode begonnen met het programma Kustgezond. Het programma Kustgezond is voor het eerst dat er zoveel geld is voor de buitenruimte van Scheveningen. Niet alleen aan de boulevard, maar ook het achterland, de Geversduinlandweg, het Palaceplein, gaan we vergroenen. We gaan de zee weer laten ruiken op straat. Als je in Scheveningen met mensen praat, dan merk je al snel in elk gesprek dat je binnen 5 minuten terug bent naar het begin van de 20e eeuw, toen het Koerhuis nog een oude glorie was, het Palace Hotel en het Oranje Hotel er nog waren. Wat we hebben gezocht is eigenlijk de essentie van de architectuur, dat teruggebracht in hele mooie, tastbare, wel historiserende architectuur, de nieuwe boulevard, uitstraling en allure. Als je nou samen zou kunnen vatten die tijd van toen, wat zeg je dan?
Een brede lach.